Goed, dan kan ik nu beginnen met het echte surface modelleren. Dan begin ik met een schets op het toplijn, waarin ik de contour overneem met Convert Entity. Dan sluit ik die schets af, hide ik de ref top. Dan begin ik een schets op het frontplein, waarin ik de deellijn overneem, ook weer met Convert Entity. En die lijn die maak ik, die verleng ik, die eindpunten, om zeker te weten dat die zo meteen lang genoeg is voor de projected curve die ik ermee wil maken. Ref front hide ik ook. En de ref wheel hide ik trouwens ook. Dan ga ik die twee schetsen samenvoegen met projected curve. En nou wil ik daar een surface extrude voor maken, maar als ik die curve selecteer en een extruded surface wil maken, dat pikt hij niet. Dus ik moet een tussenstap doen en dat kan ik doen door een 3D sketch te openen. En dan neem ik die curve neem ik compleet over met Convert Entity. En dan sluit ik die 3D sketch af. En dan werkt dat commando Surface Extrude wel. En in die blauwe box moet ik een vlak aangeven waarop haaks dat surface wordt geëxtrudeerd. Dat wordt het topplein. En dan wil ik hem de andere kant op laten lopen en ik wil hem een draft geven. Draft naar buiten toe, dat is goed. Want ik ga straks een bol surface hier aan de bovenkant modelleren. Maar ik wil dat dat met een tangent relatie aankomt op dit hulpvlak. Dus dat vlak, de enige functie daarvan is om straks ervoor te zorgen dat het vlak aan de bovenkant een mooie aansluiting krijgt. Goed. Als ik de ref front weer even zichtbaar maak, dan wil ik hierboven een surface gaan modelleren, maar dan moet ik eerst nog een tweede projected curve gaan vormen. Als ik die eerste even open, dan heb ik dat bodemvlak, dat heb ik al in een schets staan. Dus die kan ik weer opnieuw gebruiken. Dus dan hoef ik alleen een frontschets aan te maken, waarin ik nou die bovenste gebogen deellijn overneem. Weer met Convert Entity, die kan weer afgesloten worden. En nu selecteer ik die schets die al in de andere projected curve zit, samen met de nieuwe schets. En dan maak ik een nieuwe projected curve. Dus ik heb nou die schets 15, heb ik twee keer gebruikt. Dus die is hier te zien en hier. Op het moment dat een schets vaker gebruikt wordt, dan zie je hier ook een handje in de tree verschijnen. En dat geeft dus aan dat die schets op meerdere plekken in de tree terug te vinden is. En nu is die tweede projected curve, die is hier boven die eerste te zien. Maar heeft voor de rest wel precies dezelfde vorm. Omdat ik die twee curves in de ref front schets, die had ik gekopieerd met behulp van die derived sketch. Dus dan krijg je exact dezelfde vorm en dat geldt dus ook voor die 3D projected curve. Even kijken, die eerste die hide ik even en die ref front die laat ik even aan. Nu ga ik een nieuwe schets openen op het frontplein en dan neem ik die bovenste contour over met Convert Entity. En dan wil ik nog een extra hulpschets van links naar rechts over die top van dat vlak. En dan open ik daarvoor een nieuwe schets op dat plane mid wat ik daarvoor aangemaakt had. En dan teken ik een 3-point arc in. Dan geef ik die projected curve en het eindpunt een piersrelatie. Dat doe ik ook aan de rechterkant. Even kijken hoe dat er precies uitziet. Ja, dan wil ik dat die twee lijnen
elkaar ook precies kruisen. Nou, als ik die twee lijnen selecteer, dan heb ik geen mogelijkheid om ze echt coincident te maken. Maar dat lukt wel als ik een punt op die lijnen teken. Als ik dat punt, kan ik vervolgens een Pierce-relatie geven. Goed, nou kies ik de surface fill functie, filled surface, en als boundary kies ik die projected curve, en constraint curves kies ik die twee bogen die ik heb aangemaakt. En dan is er al een mooi gebogen bovenoppervlak gecreëerd. Dan wil ik alleen dat bovenvlak een beetje inkorten. Dus ik begin een nieuwe schets op het topplein. En daarin ga ik een offset tekenen van die contourlijn. Kijken, 3 mm, maar dan wel naar binnen toe. Heel mooi. En die ga ik met een split line op dat bovenoppervlak projecteren. En dan kan ik met delete face kan ik die rand weggooien. Goed, en nou ga ik de overgang van deze edge naar die edge ga ik modelleren met een surface loft. Dan wil ik wel dat die punten waarin hij die loft gaat trekken, dat die mooi tegenover elkaar liggen. En dan wil ik dat die boven met een curvature aansluit. Beneden mag hij dat ook. Even kijken hoe die vorm. Ja, hier heeft hij nog een behoorlijke bolling. Dus ik ga die curvature aan de onderkant een beetje kleiner maken. En dan heeft hij een heel mooi overgangsvlak gecreëerd. Als ik dan bij surface bodies kijk, dan kan ik die surface extrude uitzetten. Dan is de vorm van de bovenkant van de muis, die begint al aardig zichtbaar te worden. En dan ga ik het vlak aan de onderkant ga ik dichtmaken. Dan open ik een nieuwe schets op het, even kijken of die dat gedaan heeft, ja, op het frontplein. En daarin neem ik die deellijn weer over. Voor de zekerheid verleng ik hem weer even. En dan maak ik een extruded surface beide kanten op, midplane. En ik zorg gewoon dat hij aan beide kanten ook gewoon comfortabel uitsteekt. De muis was 70 breed, dus ik maak hem 80. Dan ga ik hem gelijk trimmen. Standaard is goed. Dan kies ik dit als trim tool, die rand. En dan remove ik de buitenkant. Dan heeft hij een mooi vlak aan de onderkant erin gezet. En dan kan ik beginnen met het verticale vlak van de lip groove, om dat te construeren. En dan begin ik eerst weer met een schets op het topplein. Maak de referentie van het topplein weer even zichtbaar. Neem ik eerst die contour weer over. Als
constructielijn. En die geef ik weer een offset naar binnen toe van 1 mm. Even kijken. Nee, dat doe ik niet met een split line. Dat ga ik even kijken. Die sluit ik even af. En dan projecteer ik deze schets onto face en dan kies ik dat ondervlak. Dan ook daar wil ik weer een extruded surface van maken en dat werkt niet met curves, dus ook dit keer moet ik weer een 3D sketch maken en dan neem ik deze curve over met convert entity. Dan kan die curve weer gehide worden. Die werkwijze die gaat een aantal keer terugkomen. Nou, weer een extruded surface, haaks op het topplane. Dan geeft hij aan dat hij naar boven wil, maar ik wil dat hij naar onder gaat. Nou, hij moet even te lang worden. Even kijken. Dan ga ik hem een draft geven. In dit geval moet die draft naar binnen en dat zet hij er al goed in. Nou, dus dit is prima. Even kijken, ja. Als ik de frontschets even zichtbaar maak. Nou, die lip groove die moet tot deze lijn gaan lopen. Dus ik ga nu deze lijn even overnemen en schetsen het frontplane. En die extrudeer ik weer even als mid via het midplane en maak ik ook weer breder dan de muis, dus 80 mm. Goed, en dan ga ik die twee surfaces die ik net heb aangemaakt, die ga ik beide op elkaar trimmen. Dus in dit geval kies ik Mutual. Dan kies ik dit surface en die Surface Extrude. En dan Remove Selections. En dan gooi ik de buitenkant en de onderkant gooi ik weg. Nou, dan is hier heel mooi te zien hoe eigenlijk het begin van de lip groove er al staat. Nou, deze twee surfaces die wil ik in ieder geval behouden, ook als ik ze straks ga aanpassen en ga terugtrimmen. Dus ik maak hier nou een kopie van met het commando offset surface. En door dan de offset afstand op 0 mm te zetten, heb ik gewoon een kopie surface gecreëerd. Nou, die mag nu even gehide worden, want die heb ik pas later nodig. Nou, die lip groove, dat moet een heel dun randje worden. Dus nu ga ik weer de ref top zichtbaar maken. Ref front kan even uit. Nieuwe schets op toplijn. Neem weer die contour over als constructielijn. En die krijgt weer een offset naar binnen toe. Maak ik nu 2,2 mm, maar wel naar binnen. En die ga ik dan projecteren, sketch on face, ook weer op die onderkant. Dus die buitenlijn en die binnenlijn die liggen nu 2,2 mm horizontaal gezien uit elkaar. Nou, ook hier even kijken. Ook hier wil ik weer een surface extrude van gaan maken. Dus in dit geval weer
via de tussenstap van 3D Sketch, Convert Entity, Curve kan weer uit, schets afsluiten, Surface Extrude haaks op het topplane, gaat omhoog, in dit geval wil ik hem ook omhoog hebben. Nou, hij moet in ieder geval wel te lang zijn. Even kijken, en die wil ik lossing geven. En hij geeft nu al aan dat de lossing naar binnen is. Nou, dat is in dit geval goed. Dus die is prima zo. Dan ga ik diezelfde schets gebruiken om een splitline te geven op dat onderoppervlak, want ik wil die binnenkant weggooien. Met het commando delete face. Nou, als ik dan even inzoom wat er aan het ontstaan is, dan is hier al een mooie lip groove te zien. Even in doorsnede kijken hoe dat eruit ziet. Ja, nou zie ik dat dit vlak, dat had ik ook moeten, een deel daarvan moeten weggooien. Dus dat ga ik alsnog doen. Even kijken dat. Ga ik even terug in de tree, even kijken waar die ook alweer precies zit. Ja, bij deze surface trim heb ik dat ondervlak gecreëerd. En toen is die curve daaronder gekomen en toen heb ik een surface extrude naar beneden gemaakt. Even kijken, ja. En vanaf dit moment had ik diezelfde, even kijken, die 3D schets. Ja, eigenlijk deze schets die had ik kunnen projecteren op dat vlak als een splitline. Dus dat ga ik alsnog doen. Dus ik kies nu splitline en dat vlak. En dan kan ik dat de binnenkant van het vlak weggooien. Goed. Als ik dan weer helemaal naar beneden ga in de tree, dan is nu te zien dat dit deel al bijna goed is. Alleen hier steekt hij door de bovenkant eruit. En dan wil ik een vlak hier binnen gaan creëren wat eigenlijk de dikte, de wanddikte aangeeft. Dus ik ga niet met de shell functie werken in dit geval. Nou, als ik dan weer helemaal omhoog ga in de tree naar dat surface fill. Dus ik had in eerste instantie dat bovenvlak aangemaakt. En dat heb ik later heb ik dat teruggetrimd, heb ik dat kleiner gemaakt. Maar als ik dat complete bovenvlak met de offset surface functie naar binnen doorkopieer, even kijken, 2 mm wordt de wanddikte. En nu staat hij naar buiten toe, dus dan moet dat de andere kant op. Nou, dit nieuwe vlak wat ik aangemaakt heb, is dus eigenlijk de wanddikte. Als ik dan weer helemaal naar beneden ga in de tree. Dan hoef ik nou die twee vlakken alleen nog maar op elkaar te trimmen. Dus dit
Even kijken of die dat pikt. Ja, dat pikt hij. En dan kies ik nu voor Keep Selections. Dus ik ga zelf aangeven van dat ik dat binnenvlak. Dat ik dat binnenvlak wil houden. En ik wil dat onderrandje wil ik houden. Als ik dan inzoom, dat is heel mooi te zien dat het complete surface nu klopt. Dus ik heb hier de verticale wanden van de lip groove. Beide, even kijken, dan kijk ik er even haaks op. Beide met een lossing in de goede richting. En dit vlak loopt. Is precies een surface offset met het buitenvlak. Dus ik heb precies ook die wanddikte van 2 bereikt. Als ik dan even uit de section view ga, dan is ook te zien aan de binnenkant dat er een hele mooie aansluiting is tussen dat binnenoppervlak en die lip groove. Dus daarmee is het bovenschaaldeel al voor een heel groot deel klaar.